Ik wil eigenlijk vooral de wereldrecords blijven verbeteren en sterk zetten, zodat ze nog lang van mij zullen horen. Dit is Project Comeback vanuit Breda met de live skill sessie van Paralympisch atleten Marlene van Ganzenwinkel. Marlene, fijn dat je er bent. Neem ons eens even mee terug naar afgelopen jaar. Hoe was dat jaar voor jou? Nou, dat is best wel interessant, want ik ben denk ik een van de weinige mensen die het coronajaar als een heel positief jaar zag. Ik was herstellende van wat mentale problemen en ik had ineens de tijd om dat te doen. Oh. Dus corona heeft voor mij een soort van last van mijn schouders gehaald. Dat ik niet meer zo snel van beter hoef te zijn, maar dat ik de tijd kon nemen om even lekker rustig naar mezelf te kijken en rustig aan de slag te gaan met het herstel. Ik moest van mezelf alleen maar beter worden en alles moest beter en perfect. En dat lukte natuurlijk niet, want perfect kun je heel erg naar streven, maar ik geloof niet dat dat kan. Waardoor ik eigenlijk de hele tijd soort van teleurgesteld in mezelf was. En dat zorgde ervoor dat mijn mentale energie zodanig naar beneden ging dat het op was. En enerzijds ben ik ook met een psycholoog gaan praten, om te kijken naar hoe komt het nou dat ik zo bang was om te falen en waarom ik zo'n onrealistische beelden van mezelf had. En daarmee ben ik eigenlijk maar aan de slag gegaan. Toen jij een jonge Marlene was, een klein meisje, hoe was jouw leven toen? Want ja, je hebt geen linkerarm en geen linkerbeen. Ik werd ook wel een beetje gepest, want ik was anders dan de rest. En als we gingen voetballen, mocht ik van de jongens niet meedoen. En als we dan gingen knikkeren, dan mocht ik niet meedoen, want zij vonden dat ik dat dan niet kon. Hoe voelde je je daarbij? Enerzijds vond ik dat heel vervelend, omdat ik niet vond dat iemand over mij ging bepalen wat ik wel en niet kon. Want ik voelde mezelf niet gehandicapt, dus waarom zou jij dan zeggen dat ik iets niet kan? Wat is dat voor, dat vind ik raar. En anderzijds voelde het ook wel gewoon een beetje als onbegrip. Van ja, ze begrijpen mij niet. Tijdens de sessie deelde Marlene 3 tips om te gaan met tegenslag. Wat ik vaak doe als het dus een dag niet zo goed gaat, of een dag wat zwaarder heb, dan begin ik gewoon met iets kleins. Ik hoef niet gelijk gewoon alles te doen, al mijn huiswerk en zo, dat begin ik nog niet aan. Ik ga gewoon even wat kleins doen en vaak als ik dan eenmaal op gang ben, dan ga ik wel lekker. En soms moet je ook gewoon even accepteren dat het gewoon, ja, het is gewoon vandaag een mindere dag en dat is prima. Dat hoort er ook bij. Soms gaat het gewoon niet zo lekker. Of als je gepest werd of als je kritiek krijgt, wat zou jouw tip daarvoor zijn? Nou, mijn tip is enerzijds dat je het dus niet jezelf aantrekt. Het ligt niet aan jou, het ligt aan onbegrip van de ander. En anderzijds, als het je echt dwars zit, zeg het dan tegen die persoon. Durf het te zeggen, want zolang die persoon niet weet, kan hij er zeker niks mee doen. Er zijn heel veel mensen die raken gehandicapt. Dus het kan zomaar zijn dat een aantal van jullie straks later ook gehandicapt wordt. Door een auto-ongeluk of door wat zo even. Dat weet je van tevoren niet. En het belangrijkste is dat je dan allemaal weet wat er eigenlijk allemaal nog kan. Als je gewoon een arm en een been mist of als je spastisch wordt of blind wordt. Er kan er nog zoveel. En het belangrijkste vind ik dat mensen die dus gehandicapt raken, dat ook weten, zodat ze niet bang zijn in het ziekenhuis voor hun eigen toekomst. Mooi. Dankjewel Marlene en fijn dat je hier was. Ben jij benieuwd naar meer comeback stories van topsporters? Houd onze socials in de gaten of check de website.